Vincent Provoost, 4-0 winst tegen Patro. De match had zich vooraf moeilijk aangekondigd, maar is zeker in de eerste helft heel vlot verlopen. Ja, dat denk ik wel. In de eerste helft denk ik dat we heel goed voetbal gespeeld hebben. Ik denk de beste eerste helft van het seizoen. Maar dan de tweede helft, dan zie je toch dat er wat onzekerheid in ons spel sluipt. En dan hebben we de kans op 3-0. En dan moeten we meer collectief denken. En dan is het een gelukje dat het geen 2-1 wordt aan de overkant. De partij kon met de vroege doelpunten van Jeroen Olivier moeilijk beter starten. Ja, en ik denk dat Kennedy eerst nog een mooie kans miste na 2 of 3 minuutjes. Dus ik denk dat de match niet beter was begonnen voor ons. Verschil, eerste, tweede helft, verklaring? Dat gaan we een keer moeten bespreken met de trainer, maar voor het moment hebben we nog geen oplossing daarvoor. Doet denk ik wel deugd om thuis derde zege te pakken nu. Ja, dat zie je ook aan de supporters. Ik denk dat iedereen achter de ploeg staat. En ook in de moeilijke tweede helft, dat de supporters altijd positief gebleven zijn. En dat is ook een overwinning voor hen. Je speelt ook zelf een heel sterke partij. Goh, als verdedigende middenvelder is het mijn taak om de bal af te nemen. En soms lukt dat beter, of de ene keer lukt dat beter of de andere keer. Maar we zijn wel tevreden over de match. Maar de organisatie die staat er wel. Jullie pakken achterin weinig doelpunten, maar het klopt ook wel op het middenveld. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat ook in de eerste helft heel duidelijk was. De organisatie stond heel goed. En dan is er ook heel veel beweging rond de bal. En dan is het ook gemakkelijk voor voetballen. Misschien is dat de oplossing voor de tweede helft. Dat we rustig aan de bal moeten zijn. En, ja. Eerste ronde zit erop. Wacht, volgende week opnieuw. Hijst. Ik denk dat ons doel geslaagd is. Als je kan keren met 25 punten, denk ik dat we mogen tevreden zijn over onze eerste ronde. Natuurlijk, de eerste 5-6 wedstrijden waren niet zo goed. Maar nu moeten we de punten thuis houden tegen Heist. En dan proberen we ons zwaar beest op Woluwe Zaventem te kloppen. Oké, dankjewel.